We zijn hier in de Stadskazerne. En hier voor ons ligt een boek. Humor met een boodschap. Geschreven door Marcel Kalter. Ik ga met jou met hem in gesprek. Hij heeft onlangs in maart is het boek gepresenteerd in de Stadsgehoorzaal. Marcel, waar komt die passie vandaan? Die passie komt eigenlijk voort uit het feit dat ik in het verleden heb ik zoveel dingen moeten lezen. En daar was ik had zoveel slechte teksten. Ik kwam uit de verzekeringswereld. En later heb ik gewerkt bij een projectontwikkelaar. En daar had ik zoveel dingen gezien dat ik dacht van, volgens mij kan dat anders. Want ik vond heel veel dingen niet leuk om te lezen. En toen ben ik eigenlijk gaan schrijven. Ja, met het feit van, volgens mij kan ik dat beter of anders. Ja. En toen zeiden anderen, daar heb je talent voor. En toen ben ik daarmee verder gegaan. Ja. Het boek heet ook Humor met een boodschap. Ja. Hoe ben je op die titel gekomen? Het is zo dat ik ging schrijven, eerst voor het werk. En toen dacht ik van, ik heb wel denk ik een iets andere kijk op de wereld dan de meeste mensen. Kijk misschien met een wat rozere bril de wereld in. En die positieve boodschap wilde ik eigenlijk graag een beetje met mensen delen. Toen heb ik eerst gevraagd van of ik een podium kon krijgen. Dat was toen eerst nog Regio Krantendijk in Kampen. En dat heb ik, ik heb wat proefstukjes gedaan. En toen had ik eindelijk een column in de dijk. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik wilde heel graag eigenlijk mijn visie op het leven met mensen delen. Ja, omdat, ja. Later ben je voor de brug gaan schrijven, hè? Ja, toen is de dijk die is opgehouden te bestaan. En toen heb ik die column, zeg maar, die ik altijd schreef, die mocht ik in de dijk of in de brug gaan plaatsen. Ja, maar de dijk was eigenlijk in die tijd ook van de brug, toch? Ja, klopt, ja. Ja. En er is een voorwoord geschreven door Peter Heerschop. Peter Heerschop, de cabaretier, ja, ja. Dat klopt. Hoe kom je eraan dat hij een voorwoord in jouw boek schrijft? Nou, ik had natuurlijk... ik had op een gegeven moment 50 columns, al ik had het idee. Mijn vriendin die kwam er eigenlijk mee, je moet ze bundelen. En ik had het ook altijd wel gewild. Maar ik dacht, ik wacht tot er 100 zijn. Maar ze zeggen, dat zijn er veel te veel. Nou, 50. Toen had ik dus het idee, met 50 stuks moet het eigenlijk gebeuren. En Peter Heerschop die doet altijd de column Lieve Marianne bij Edwin Evers op de radio, op Radio 538. En die is een beetje in de stijl, denk ik, van de columns zoals ik ze schrijf. Hij kan alleen elke dag zeg maar, het nieuws pakken. En dat doet hij op een hilarische manier. En soms ook heel erg gevoelig. En ik pak één onderwerp en ik hang daar een column aan. En ik vond dat de columns eigenlijk in de lijn lagen van dus zijn column. En ik denk, van er is er maar één die het voorwoord mag schrijven. Dat is Peter Heerschop. Ja, en dan moet je nog kijken, hoe ga je zo'n persoon dan benaderen? En om een lang verhaal kort te maken is het gewoon, we zijn naar een voorstelling gegaan. Ik heb een ingang gecreëerd via het theaterbureau. En hij heeft ja gezegd. En daarmee kwam in ieder geval één grote droom uit. Ja, maar heeft hij ook toen wat eerst van je gelezen? Dat het een beetje in zijn lijn lag? Ik had bij die theatervoorstelling 42 columns van mij meegenomen. En die heeft hij heel snel een beetje gescand. Ik had een hele mooie brief naar hem gemaakt. Waarin ik uitlegde waarom ik vond dat hij het voorwoord moest schrijven. Nou, dat had hem al wel gepakt. En toen heeft hij met een aantal, heel snel gescand naar een aantal columns. Die ik had geschreven. En toen zei hij van, je hangt er ook nog een goed doel aan. Ik zeg, ja, ik hang er ook nog een goed doel. Hij zegt, ik ga het doen. Dat was gewoon een volmondig ja. Ja, nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Hè? Hoeveel van deze boeken zijn er uitgekomen? Ik heb 7000 boeken om te verkopen. Dus best een aantal. Ja. Dat is veel. Dat is veel, ja. Ja, klopt. Het is niet de bedoeling dat ze belanden in de papiercontainer van de plaatselijke voetbalvereniging. Nee, klopt. En moet je luisteren, waar kunnen mensen dit boek bestellen of kopen? Of in een bibliotheek, wat ik zei, een winkel? Nee, het handigste is om gewoon via de website www.humormetenboodschap.nl het boek te bestellen. Ze liggen ook in de plaatselijke boekhandels in Kampen en IJsselmuiden. Maar verder heb ik ervoor gekozen om het helemaal via in eigen beheer te doen. Ja. En ik hoop dat ik ze alle 7000 uiteindelijk verkoop. Want dan kan ik 7000 euro overmaken naar het Ronde McDonald Huis in Zwolle. Want dat goede doel heb ik eraan gekoppeld. Ja, dat is wel heel erg mooi. Heb je een citaat uit je boek van humor met een boodschap? Ja, er staan natuurlijk wel diverse citaten in. Ja. Maar dit is wel een mooie. Die komt trouwens, hij is een beetje gekopieerd van Peter Heerschop. Maar hij weet ervan. Er staat, blinde volgzaamheid is pure domheid. Alleen in vrijheid kom je tot geluk. En zo staan er veel meer, eigenlijk citaten in het boek. En, het is iets wat je makkelijk
makkelijk leest. Dat is wel de bedoeling. Want ik heb gewoon van nature een hekel aan lezen. En ik dacht van bij mezelf, ik wil dat elke door mij geschreven tekst leuk moet zijn om te lezen. En zo is eigenlijk elke column geschreven. Ja, dat men eigenlijk benieuwd is, wat staat er op de volgende bladzijde? Nou, ik heb nu een paar mensen die mij... Kijk, dat het gelezen wordt door mensen die je kent, dat is logisch. En dat is niet zo moeilijk. Maar ik heb nu een paar mensen die mij niet kennen en het boek in één zondag hebben uitgelezen. En zeggen van, het leest zo lekker weg, ik wilde inderdaad graag doorlezen. Ja. En het zet me inderdaad aan tot nadenken. En dat is ook de bedoeling. Ik wil niemand veranderen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je even stilstaat af en toe bij... Ja, de manier waarop je in het leven staat. Nu en hoe je dat ook in de toekomst wilt. Ja, nou, krijgt dit ook nog een vervolg? Ik heb geen idee. Ik schrijf gewoon door. Nu staan er 50 in. Er zijn er alweer 5 geschreven. Dus de 5e die is 18 april in de brug verschenen. En ik ga gewoon door. Ja, daar zie je het wel. Het is 1 keer per maand, hè? 1 keer per maand. Ja, 1 keer in de 4 weken staat de column in de brug. Ja. Marcel, ik heb eigenlijk nog een vraag aan je. Wat kost het boek? Het boek kost 12,5 euro per stuk. Dus 12,5 en er gaat 1 euro van naar het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Ja. Dat is een goed doel, hè? Ja, dat is een heel goed doel. Ja. Ik vind het gewoon belangrijk. Het gezin is toch een beetje de hoeksteen van de maatschappij, vind ik. En ik kan me niet voorstellen dat je als een kind ziek is, dat je daar als ouders niet bij kunt zijn. Of als broertjes en zusjes. Ja. Dus vandaar. Ik hoop dat je ze alle 7000 verkoopt. Ik hoop het mee. Het zou heel fijn zijn. Ja, en Marcel, ga je verder nog iets promoten met de Hanzedagen of zo? Dat je denkt van nou, ik ga met een stand daar staan? Nou, ik weet nog, met de stand zal ik er denk ik niet gaan staan. Ik ben eigenlijk bezig om te kijken of ik landelijke media zover kan krijgen. Dat ze wat aandacht aan het boek gaan besteden. En dat valt niet mee. Want ja, ik heb natuurlijk een belang. Zij hebben geen belang. Er zijn heel veel mensen die wat van de media willen. Nou, ik ga gewoon proberen. En ik ga vanuit van dat als je lange adem hebt en en goede intenties, dat uiteindelijk ergens het kwartje de goede kant op valt. En dat, dat ik ergens wat succes zal hebben. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Marcel, ik bedank jou heel hartelijk voor je uitleg over je boek Humor met een boodschap. Ik hoop dat veel mensen de drang krijgen om dit te kopen bij de boekhandel of anders bij jou te bestellen. Ja. Waarschijnlijk kun je nog wel eventjes je e-mailadres of waar ze het kunnen bestellen even door. Nog één keer, ja. Het is www.humormetenboodschap.nl. Dus nog één keer www.humormetenboodschap.nl. Daar kun je het beste bestellen. En elk boek wordt door mij persoonlijk gesigneerd en ook zelf verstuurd. Dus dat. Het wordt met goede intenties allemaal gedaan. Ja, kijk eens aan. Ik bedank je heel hard. Nou, jij ook bedankt. Graag gedaan. Oké.